Yo, ik ben Rick en welkom terug bij Minecraft Attack of the Bee Team. Dus onze zuurstof is bijna op. Dus laten we heel even snel deze tanks veranderen, want wij zijn hier bij iets gekomen. We zitten hier weer in zo'n dungeon ding. En toen kwam ik dit tegen. En dit heb ik nog niet gezien, dus toen dacht ik, laat ik even naar binnen lopen. En toen zag ik iets wat mij niet zo blij maakt. Nou ja, maakte me wel blij, maar ik vond het nogal eng. En wat is dit? En volgens skeleton was Oké. Deze is leeg, dus dat is een beetje vervelend. Dus dit is een evolved skeleton boss ding. Zoals je kan zien, hem raken is een beetje vervelend. Dat lukt wel aardig nu. Ah, ga eraf. Hij ziet er een beetje apart uit nu, hoor. Het is een beetje een hele grote wilde skeleton. Kom op. Oh, hadden een paar hele mooie hits daar. Oh, ik denk dat ik bijna... Oh ja, hij is bijna dood. Maar ik krijg nu ook een beetje voor elkaar hoe die dood moet gaan. Wow, en daar is ook een gang, dus dan moeten we ook even... Wat gaan we dan krijgen? Oh, hij is dood. Ja. Ah! Wow. Dat is een hoop XP. Wel lekker. ja, dus ik ben ook nog een beetje... doorwezen zoeken. Oh, loot chest. A Tyrant dungeon key. Dungeon key. Kunnen we die maken? Tier 2, tier 1. Oh nee. Dan moeten we dus ergens vinden blijkbaar. Ach, kunnen we niet kapot maken? Nee, oké. Nou ja, daar moet ik dus nog even naar op zoek. Ja. Dus ik ga helemaal terug naar de raket. Ik had zoiets van, ja, hele inventory is het vol. Tier 1 dungeon key. Hadden we nou precies nodig. Weet je. Ik wou wat zeggen. Ik ben een beetje mijn interesse in deze modpack aan het verliezen. Ik weet niet precies hoe het komt, maar ik denk gewoon dat ik er genoeg van gehad van heb, denk ik. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Want op zich, het is een best leuke modpack. En zeker als je nog niet gespeeld hebt, raad ik je het wel aan. Want je kan er een hoop plezier in hebben. Dat is zeker een kern van waarheid. Wat we op het moment doen trouwens, is we gaan terug naar die dungeon. Ik heb er screenshots of een coördinaten van. Dus ik weet waar die is. Dus dan gaan we even die chest openen. Dus ik zit eraan te denken om daarmee dus ook deze serie te stoppen. Want wat voor nut heeft het deze serie door te laten gaan als ik er zelf geen plezier meer aan bleef. Dat lijkt me een beetje niet echt een heel slim idee. Ik wil eigenlijk jullie feedback daarvan hebben. Misschien is het gewoon omdat ik niks nieuws gevonden heb wat zeg maar leuk is om te doen. Ik denk dat als er iets is, als ik iets kan vinden zeg maar... wat leuk is om te doen, zeg maar. Dan heb ik op zich wel weer interesse erin om te spelen. Op een moment heb ik gewoon geen idee wat dat echt is. Dus dat is een beetje jammer. Is het hier? Het is hier vlakbij, geloof ik. Het is min 1600 x en dan z 1000. Dus we zijn er bijna. Deze kant op. Ja, hier zo. Hier zo is die. Nee, niet. Daar zo. Nee, wat? Nog een stukje verder. Daar. Daar is die. Kijk eens aan. Weet je. Weet niet precies waar ik het beste mee kan doen. Wat ik wel wil... Wat ik wel wil dat jullie doen... is... ik wil jullie feedback, zoals ik net al zei. Het gaat een beetje donker worden. Sorry daarvoor. We gaan er even snel doorheen.
Ja, ik wil jullie feedback. Wat wil ik dan weten? Ik wil in de reacties dingen zien als... even kijken. Nee, niet stoppen. En dan wil ik erbij hebben van wat ze dan kunnen gaan doen. Dat zou op zich wel leuk zijn als ze iets te doen hebben. Oh. Achterkant is het op, deze kant. Of nee. Of ja, stoppen. En dan lijkt het me leuk om een nieuwe modded Minecraft serie te starten. Maar dan moeten jullie even een reactie achterlaten met welke modpack je dan wil zien. Ik ga zeker zelf nog wel even rondkijken. Huh? Hier waren we net. Oké, dat is een beetje niet de goede kant op. Ja, dus ik wil graag weten of jullie Attack of the B-Team graag willen doorzien gaan. En dan zo ja, met wat? En zo nee, welke modpack jullie dan willen zien? Deze kant op, laten we... Oh! Oké, dit is een beetje gevaarlijker dan ik verwacht had. Alleen gewoon even hierheen, heel bedankt. Deze chest is leeg, oké. Ik denk dat we op de goede pad zitten. Ik ga waarschijnlijk gewoon naar boven graven zo. ja, dus het hoeft niet per se een techniek. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor een modpack het gaat worden. Blueprint, Tier Rock 2. Misschien, ja, er gaat nog wel een seizoensfinale hiervan komen hoor. Het is niet dat ik compleet mijn interesse hierin ben verloren. Ja, laten we naar boven graven. Dus maak je daar geen zorgen over. Misschien gaat dat wel het reisje naar Mars worden. Dat weet ik niet zeker. Oké, dan we kunnen er niet doorheen. Jammer. We moeten terugvliegen. Maar... met het idee dat we binnenkort willen gaan afsluiten misschien. Ik moet even blijven opletten. Had ik zoiets van, ja weet je, we moeten wel natuurlijk nog gewoon thuis komen. Er is geen betere plek om een wereld ten einde te brengen dan thuis. Wat een beetje een raar gezegd is, maar goed. Het is wel waar. Dus, ja, oké, dan. Met het idee zo van, we gaan de serie bijna afsluiten. Heb ik een belletje gepleegd naar Missie Control. We gaan bijna dood hier zo, joh. Om te vragen of ze een beetje energie kunnen sturen. Dus hier is hoe dat afgelopen is. Hallo Missie Control, dit is Rickert op de Maan, we hebben een probleem, over. Missie Control, dit is Rickert op de Maan, over. Missie Control! Oh! Goeiedag iedereen en welkom terug! Oh nee. Rickert op de Maan, dit is Missie Control, wat is je probleem? Ik heb geen stroom meer. Dus of je even een reddingsmissie van 100 miljoen euro kan starten om mij wat stroom te regelen, zou een beetje fijn zijn op zich. Amai, dit kan geregeld worden. Heb je een AA-batterij nodig of een AAA-batterij? Doe maar wat. Over en uit. Amai, ik weet niet wat ik moet doen, niet? Jezus, wat ben jij een kutnoep, zeg. Tony, held. Kijk in mijn magische uit mijn frame. Ik ben nu onder mijn controle. Doe wat ik zeg. Maak die raket en die AA-batterij. Wat ben jij een kutnoep, zeg. Laat ik hem maar zelf doen, anders komt Rick het nooit meer terug. Oké, mooi. Ik ga heen, later. Kutnoep. Ik ga heen. Stadje. Oké, dus ik hoop dat je het vorige stukje leuk vond. Ik heb het zeker wel leuk gevonden om te maken. Heel aardig van die Tony dat hij dus even energie heeft doorgestuurd. Als je afvraagt hoe ik dat gedaan heb, ik heb game mode gebruikt, game mode 1, maar ik heb verder niets bijgecheat. En aangezien we het er net al hadden over misschien het einde van deze serie,
Had ik er niet zoveel problemen mee om het te doen. Anders, normaal gesproken zou ik het niet doen, omdat het eigenlijk gewoon een beetje gaar is. Maar toen kwam ik op het idee van dit. En als ik niet op het idee had gekomen, had ik gewoon dood gegaan. Kijken wat er had gebeurd. Misschien respawn ik hier wel. Maar dat weet ik niet. In ieder geval, ja, stadje. Op zich wel vet. Waar ik achter ben gekomen. We hebben gewoon een map. Hoe zielig. Dus dit is wat we verkend hebben van de maan. En daar is de raket, dus dat is mooi. Hier zo is een krater, hier zo is een krater waar we net dat ding bevochten hebben, geloof ik. Volgens mij is dat die. En ja, hier hebben we nou gewoon een stadje wat meer is dan één bak met saplings en een aantal en een half huisje. Dus dat is mooi. Water? Wat doet water op de maan? Dat kan helemaal niet. Dus dat zou bevroren moeten zijn. Nou ja, in ieder geval. Welke kant moeten we op? Ik denk dat het tijd wordt om terug te gaan naar huis. Dus ja, hier gewoon een beetje rondvliegen met Advanced Genetics. Op zich wel vet om hier rond te vliegen en gewoon te kijken hoe de maan eruit ziet in Minecraft. Althans via Galacticraft. Op zich wel vet met al die kraters. Dus voor de mensen die niet weten waarom de kraters overal zitten. Het is niet zo moeilijk. De maan heeft geen atmosfeer. Wat dus betekent dat als er een meteor... Nog een stadje. Vet. Dat had ik dus totaal niet verwacht. Wat het betekent als de meteoren vanuit de ruimte komen. Dat er geen atmosfeer is waarin ze op kunnen branden. Dat gebeurt meestal op aarde. De meeste... zal ik maar zeggen... 10 decorated block. Zijn je moeilijk te maken? Dat vraag ik me dan af. Tin. Ja, dus die verbranden gewoon en dan hebben ze zeg maar geen. Dan hebben ze geen impactwaarde. Galactic Earth. Compressed tin. Oh, dat zijn wel een soort van zeldzaam. Nee, niet zeldzaam. Vervelend om te maken. Dat is zeker waar. Dus ik ga even het halve huis meenemen. Wat kan ik zeggen? Oh ja, meteor. En aangezien je dus geen atmosfeer hebt hier op de maan, gebeurt dat niet. En hebben ze gewoon overal normale hoeveelheid kracht die ze normaal zouden hebben. En dat is dus waarom er overal kraters zitten. Want het is natuurlijk al voor duizenden jaren aan de gang. Eigenlijk zolang als de maan hier al om de aarde heen vliegt. Dus ja, space lessen met Rick. Oh, deze dingen wil ik hebben. En deze dingen ook. En dan gaan we maar eens terug. De zuurstof begint op te raken. We hebben nog wel aardig wat er. Dat er niet van. Hier zo. Maar dan nog, ik denk dat het tijd wordt dat we terug gaan. Wacht, wat was dat aan het doen? Hier, staat er heavy oxygen tank en dan 7074 dubbele punt 6 of 16 en dan 3 14 15 16 gek. We gaan de verkeerde kant op, we moeten die kant op. Maar ja, dus voor als je niet weet wie Tony en Jinze zijn, het is misschien leuk om te weten. Daar speel ik af en toe Skywars mee en andere minigames. Op zich wel leuk als je die niet gekeken hebt om nog even te bekijken. Als het goed is heb ik de vorige video, of de video hiervoor heb ik Skywars geüpload. Dus dat zou geen probleem moeten zijn. Het was niet met Tony, wel met Jinze, dus dat is altijd weer anders. Ik ga de even verkeerde kant op. Ja, oké. Ik heb ook nog een paar van deze meteoren gevonden. Er landde eentje recht voor mijn gezicht. Dat was echt een beetje eng. Maar goed, maakt niet uit. Vond ik wel grappig. Jammer dat ik niet aan het opnemen was. Ik denk dat dat wel had gezorgd voor een leuke reactie. Om het zo maar even te noemen. Dus wat hebben we hier? Hebben we hier... Ja hoor. Drie stadjes die zijn vlak bij elkaar. Oh man. Het is een beetje jammer dat je hier helemaal niks mee kan. Maar goed. Je zou er een oxygen ding in kunnen zetten en dan had je het als huis kunnen gebruiken. Maar dat hebben we niet, dus dat gaat hem niet werken. Dat gaat niet werken of dat gaat hem niet worden, allebei eigenlijk. Maar goed. Ik zit eraan te denken. Dus
Oké, laten we even de twee scenario's zeg maar bespreken van nieuwe serie of deze serie door laten gaan. Dus door laten gaan is op zich niet zo moeilijk. Ga gewoon verder. En ik had trouwens energie heb ik hierin gedaan. Kijk eens aan hier zo. En hij zit nog vol ook, dus dat is ook chill. Hij heeft alleen niet zo'n range meegestuurd, wat een beetje jammer was. En ik kan dit niet shift klikken, wat ook een beetje jammer is. En de range die zorgt ervoor dat we zeg maar de energie erbij kunnen houden. Zeg maar, dus als we hem straks breken dat dat er gewoon wel wat in zit. Maar dat kan dus niet, dus dat is een beetje jammer. Dus we zijn straks 50 miljoen RF kwijt. Maakt op zich niet zoveel uit. Dus is dat hier. Of power. Dan moeten we de zijkant even op oranje zetten. Ja, kijk eens aan. Dus. Load view. Hij is aan het laden, toch? Ja. Oké, mooi, 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 mooi. Nee, zo. Hoppa. Ja, dus we zijn straks al die millions of FU's kwijt. Beetje jammer, maar. Kennen er ook niet zoveel meer aan doen, hè? Kost ook echt helemaal niks aan energie, dit. 50 FR. Oh, oeps. Niet de bedoeling. Waar is mijn ding? Ik wil hem wel graag hebben terug. Ja, hier helemaal leeg. Beetje jammer. Maakt niet uit. 3. Oh, laten we even ons gezicht opzoeken. Waar is ons gezicht? Hier zo. Nee. Oké, 3, 2, 1. Ah ja, we moeten nog 20 seconden wachten. Beetje jammer. Ah, maar ja. Dus stel we doen het niet, dan denk ik dat we nog wel naar Mars gaan voordat we de series eindigen. Want we hebben nou toch dit ding gevonden, zeg maar, dus dat zou wel leuk zijn om naar Mars toe te gaan. Nee, we gaan doe ik maar, want het was leuk je te gekeken te hebben of zo. En daar gaan we. Maar ja, ik ben dan nou op zich ook wel benieuwd hoe Mars eruit ziet. Want eigenlijk gaan we goed doen ook wel naar Mars toe. Ik kan mijn benen zien. Ik denk dat ze wel erg warm zijn. maar goed, we gaan terug naar Home Sweet Home. Daar zo. Het is heel raar hoe dit werkt, want de maan heeft natuurlijk veel minder zwaartekracht en zo dan de aarde. Maar dan moet je dezelfde hoeveelheid omhoog om. Te kunnen kiezen waar je heen wil. Ja, nou eigenlijk werkt het niet op de manier waarop het moet. Dus eigenlijk moet je een zesde van de zwaartekracht van de. Ach, weet ik veel. nee, ja, maar. Ja. Beetje apart. Send to dimension overworld. Kijk eens aan. Laat. Laat, heel goed. Hoppa, een screenshot. Wow. Wat? Oké dan. Nou zijn wij hier. Dan ben ik benieuwd. Even kijken hoor. Tony zal ongetwijfeld wel de Resonant Energy ding van de. Van hier zou gestolen hebben. Ja. Ah, oh man, nou ja. Weet je. Maakt niet uit, maakt niet uit. Want we zijn toch weer veilig en wel. Mooi en aardig. Lelijk en onlelijk. Wat? Ik weet niet wat ik aan het zeggen was. Moet even op de input zetten. Niet die. Ook niet die. Ook niet die. Wat? Aha, oké, dus ik ben vergeten hoe dit ding werkt, blijkbaar. Input, blauw is input, oeps.
Ja, laat maar zitten. Dus ik wil bedanken voor het kijken. Als je het leuk vond, laat me weten wat je dus wil. Of we verder gaan met deze serie. Of dat we een nieuwe starten. Zeg maar. En dan zie ik jullie... Of de volgende keer hier weer. Nee, sowieso de volgende keer hier weer. We gaan nog naar Mars. Blijf eens kijken. Later.